Het is Pasen. Oh, hij is kapot. Hij is kapot. Ze hebben hem vanaf het plafond gelegd. Ook gewoon helemaal hier tussen, wat knap. Ja. Vind ik knap. Hoi. 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 Iris. Hoi. Je ziet helemaal niks. Je ziet het zwart gat. Nou, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij hebben een nieuwe vlogcamera, dus daarmee filmen we. Dus laat even in de comments weten of jullie verschil merken. Dat is een lipje. Het is vandaag maandag, de eerste maandag van het nieuwe jaar. Wow, hij is van nog heel. Maar dan ga je hem nu kapot vermoorden. En oh, mijn stop, wacht niet meer. Wat wou ik zeggen? Ja, het is dus maandag vandaag. En we zijn allemaal weer helemaal sad en zo. Omdat het gewoon een normale leven weer begonnen is. En het is een uur of drie. Ik kom net uit school. En Iris komt net uit bed. Stal. Nee. Nee, Iris heeft hier al allemaal dingetjes gedaan. Maar we gaan vandaag voor jullie vloggen. We moeten niet heel veel meer doen. Maar we wouden iets leuks doen vandaag. Maar goed, wij gaan vandaag iets spannends doen. Wij gaan naar Stan en Yellow. Met een zadel. Voor Stan! Nee, grapje. Ja, dat is zielig. Nee, we gaan vandaag voor het eerst een zadel op Yellow's rugje leggen. Ja. En we zijn benieuwd hoe ze daarop reageert. Ja, inderdaad. En dat ja. was het eigenlijk wel. Nee, we dachten dat het leuk was om jullie mee te nemen in dit proces. Dus daar hoort dit ook bij. Ja, want ja, de bodem is nog een beetje te slecht om echt veel te gaan doen. Ja. Met lanceerwerk en vrijspringen, dat soort dingetjes. Dus dat doen we als het weer iets beter wordt. Maar in die tussentijd kunnen we natuurlijk wel vast aan de gang gaan met haar dingetjes laten wennen. Ja. Dus we beginnen met een zadel. En het is niet dat het helemaal out of the blue komt. We hebben al wel vaker af en toe even wat op haar gelegd. Ja. Of eventjes een, het is niet dat we ineens dachten, goh, wat een leuk idee. Ja, nee, we hebben al wel gewoon kleine stapjes. En dat vindt ze allemaal prima en gezellig als we gewoon snoepen is helemaal. Dus kan geen kwaad, denk ik, als we dat nu alvast proberen. Nee, ik kan ze vast een beetje wennen, want wij gaan in het voorjaar echt wat fanatieker met haar aan de gang. Ja, en dan vooral ook een beetje in de bak, toch? Ja. Hoe je dat in de zomer past. Ja, ik denk dat dat zomer. In de zomer. Ik ga het nu wel filmen, ja? Kijk, deze constructie. Love it. Ja, de baaltjes zijn al. Dus we doen het heel veel zo totdat vrijdag de nieuwe balen bevat. Hoi! Wil jij ook 4K kwaliteit in beeld? Nini! Wat heb jij in jouw zakje? Dat je niet gefilmd hebt. Oh nee, nu ga ik het wel filmen. Noop. Oh, Hans. Ja, is... Nou, hij staat erin Hans, in ieder geval. Ben je er ook in? Kom maar, Hans. Kom maar. Kom maar. Oh, kinders. Jij bent echt een stoere jongen. Hoe kun je zo zijn? Helemaal zo zielig bij de grond op kruipen. Ja, zo hier tussen gaan zitten. Hallo. Hoi. Ah, kennis, ik had toch niet. Hoi. Ook. Oh. Ja! Oh. Je bent een knappe vriend. Deed ik het goed? Ja, dat was knap. Ze staan hier omdat ik even de stallen leeg moest scheppen. En dan moet het hek open en dan gaan ze allemaal ontsnappen. Dus ze staan hier. Oh. En ze hebben allemaal oud en nieuw overleefd met heel veel spanning. Nee, met name Roos. Oh. Wat zei je? En dit hebben ze de hele week al een beetje. Dat ze van alles schrikken. Ja. Nee, dat gaat ook alweer over. Nee, ze hadden dus heel veel spanning met oud en nieuw en dat was eigenlijk normaal nooit. Maar nu iets meer omdat ze hier nu ook in de straat echt aan het klooien waren met vuurwerk. En dat is andere jaren eigenlijk niet echt geweest. En toen heb ik een beetje die mensen op aangesproken. Toen gingen ze wel weg, maar ja, toen waren die paarden al in de stress natuurlijk. Dus ze heeft een week niet gegeten van de spanning en dat was echt heel zielig. En toen echt met nieuwjaarsnacht wel of zo. Rustiger. Ja, maar toen begon ze weer een beetje, toch? Wat? Met nieuwjaarsnacht. Ja, toen begon ze weer een beetje te eten, ja. Dat is toch gek, hè? Dat is toch zielig. Gek. Ja, nieuwjaar, nieuw roos. Ja, helemaal te spannen. Maar nu zijn ze weer liever rustig. Eten voor het leven. Hallo. Nou, we zijn onderweg. De zon schijnt ineens. Recht in je ziel. Het is gewoon ineens toch een mooie dag. Ja, vanmorgen was heel droevig nog. Ja, zo'n winterochtend met een beetje mist en een beetje... Dat je echt denkt, kijk, Paaset. Paaset? Ja, misschien niks. Ja, oké, dan laat maar. Dan laat maar.
We hebben een dekje. We hebben een halsterd. Moet ik iets pakken? Nog niet. Nog niet. We hebben een zadel. Wil je die even op je arm hangen? Ik heb een armband. Armband. Ja. Ik ga mijn zadel terugnemen. Ja. Thanks. Als je... Oh, voor jou, Yellow. Voor jou. Yellow denkt het, hè? Maar dat is niet meer mooi. Stan, where are you? Ik ga weg. Ik ben nu al niet meer. Oh, daar is hij. Dat was een hele vent. Dat kapsel, echt zo'n loser. Oh, hij is echt als stoer op mul. Stan Hinnix. Ja. Zo, daar zijn we dan. Gearriveerd. Bij Stan is een Yellow en de schapen. Dat is de schapen. Wat gaan we eerst doen? Yellow vangen, toch? Ik denk verzand. Verzand, verlaten boom. We gaan eerst eventjes Yellow vangen. En dan gaan we dat maar gelijk doen, toch? Ja, voordat het straks. In, want daar hebben we een dingetje waar ja. ze kunnen. Voedselen. We hebben hier zeg maar een heel apart stukje. Ik zal het jullie laten zien. Zodat we niet worden opgegeten door schapen. Ja, kijk, hier zit helemaal een hekje zo. Dus dan kun je hier gewoon even rusten. Zonder de schapen, inderdaad. Of Stan, die ook aandacht wil. Oh. Wij hebben een bonthalster. Een bonthalster. Wij hebben een hoofdstel met een bitje. Ik weet niet zeker of we die gaan gebruiken, maar als het heel makkelijk in één keer gaat, dan kunnen we het hoofd ook nog wel even keer weer opdoen. Want die doen we af en toe tussendoor even gewoon op. Dus dat is niet helemaal nieuw. Maar even kijken hoe snel ze dit allemaal accepteert. Want als het heel snel en makkelijk gaat, dan kunnen we die erbij doen. Ja, in deze als... video, link hier. Oh, kun je zien, ja. Hoe ze dat de eerste keer vond. En dan hebben we hier een ponyzadeltje. Dus gewoon echt een wat ouder zadel, maar alleen even om erop te leggen. En als er wat mee gebeurt, is er niet zo heel van de hand. Hij is van Stuben. Maar hij is gewoon een oud ponyzadel. En die ligt in mijn schuur om een ponyzadelbak te maken. Maar dat doe ik al heel lang niet meer. En een dekje. Een pony. Een ponydek. Een ponykopdek. Ja. Oké, okay, let's do it. Yeah. Vangen. Yellow. Oh, dat is dan een pointje met het kleine. Die pluis! Oh, lief! Het hele lippen met zijn oogje. Hij heeft een schaap opgegeten. Zie je dat aan zijn lip zitten? Oh, heb je een schaap gegeten voor ontbijt? Hey, ja, dat moesten we even hebben, kleine echt, allemaal komen ze er ook gelijk aan. Zoveel honger hebben de meiden, hey, ja. Ook echt met z'n allen nu. Oh. Oh, wat een... Wie doet dat? Gedaan? Ja, dat vraag ik me ook al, want het is echt fucking laag. Stan. Ja, we denken allemaal. Hij heeft een kijkgat gemaakt. Stan, hallo! Stan. Wie heeft dat gedaan? Stik ze op de deur. Oké, okay, gelijk antwoord op die vraag. Schaap. Hallo. Why are they like this? Oh, de kinderboerderij. Kijk Yellow aan dat schaap ook alsof het moeder en dochter is. Wat heb jij daar? Moet je om je neus? In ruil van snoep? Ja. Dat schaap denkt, ja, ik wil ook wel om mijn neus. Pluizen. De winterpluizen. En wat had jij te vertellen dit nog? Wat uiteindelijk te maken hoort te doen. Jelbel. Ben je knap? Oh, ben je knap? Maar ja, dat hebben we ook nog niet verteld, hè? Jel die had tandenraad. Oh! Jippie. Lief! Hij is nog ietsjes ruim. Maar wel heel cute. Heel cute, hè? Heel cute. Oh. Dat versnuif je ook. Lief! Jello heeft een tand gewisseld. Een tand gewisseld. En dat is heel schattig. Wacht, ik durf wel aan te doen. Jello, laat je tand eens zien. Laat zien dat je een grote meid met fietsenrek bent. Ja. Het wordt nu echt een grote meid. Ja.
Nou, we moeten binnenkort denk ik vrijheidsdressuur training gaan doen. Want mevrouw deed Spaans pas, deed flamen. Niet even een peenpijt. Ik wil gewoon alles af. Zullen wij eerst even poetsen? Ja. Maar we gaan eerst eventjes Jello poetsen. Oké, Jello wil alleen maar eten. We gaan Jello eerst even poetsen en dan gaan we gelijk het zadel denk ik erop leggen. En dan vertellen we daarna, een dekje eerst, maar in ieder geval dan vertellen we daarna eventjes hoe we het aanpakken, wat we verder gaan doen en wat tips geven we. Ja. Iris is de kinderboerderij dieren allemaal aan het voeren. Oh, het heeft niet geholpen. Oh mijn god, Stan. Oh mijn god, oh mijn god. Stan, wil je happy vitamine? Ja. Deze vind jij normaal heel lekker? Niet. Mijn mond zit nog vol. Wat een loserd. Te correct. Nou, hier de bende van ellende. De blondies. Met z'n drieën van dat plukje eten, hè? Ja. Ja. Die sprieten zouden uitsteken. We zijn klaar hier. En we gaan jullie zo eventjes bijpraten over wat er allemaal is gebeurd net in die 15 minuten. Doe jij het bordje dan open? Nee. Heltrusten. Beestenbende. Oké, nu ga ik het echt filmen, ja? Wat, ja? Ja. Gaat het nu mis, hoor. Wow. Wat goed! Ja! Hoi. Hoi. We zijn weer terug.
van ja. Stan en Jello. En zoals jullie wel konden zien was Jello echt super braaf. Die wou gewoon alleen eten. Volgens mij boeide het haar helemaal niks. Want ze was helemaal afgeleid door andere dingen. En ook als ze niet afgeleid was door andere dingen, dan kreeg ze één keer zo van. Prima. Ja. Wat doe jij? En dat was het. Dus, volgens mij was het geslaagd. Alleen we hadden geen passende single. Omdat we toch Jello's buikje een beetje hadden onderschat. Ja, dus daar. Maar ik heb wel andere singles nog in de schuur liggen. Dus dan moeten we volgende keer een andere single meenemen. Ja. Maar we hebben hem er wel omheen gehad, vastgehouden, vond ze ook prima. Ja, en nog over het hoofdstel. Dat hebben we al een keer met Bit gedaan, maar nu is Jello aan het wisselen. Ja, en die is net met haar tandjes inderdaad aan de snijtandjes aan het wisselen. En er zit eentje heel erg los. En dus, dan wil ik niet het Bit in doen. Nee, dat ze dan denkt, dat ding doet pijn. Ja, dat willen we niet. Voor de volgende keer. Dus, de volgende keer gaan we dat doen met single. Ja. En dan kunnen we misschien ook even een rondje lopen met haar. En misschien al wel met de beugels, want ja... Ja, ze is het echt heel braaf. Dat was allemaal niet heel interessant volgens mij. Nee, en elke keer als ze braaf is en ze vindt het nog steeds leuk, dan kunnen we de volgende keer een stapje verder. Ja. En als het een beetje droog blijft, een paar dagen achter elkaar, dan kunnen we ook een beetje met haar gaan lanceren. Ja, want nu is het gewoon te glad in het weiland, dat zandstukje. Dus dat kunnen we doen als het weer een beetje droger is. Ja. En dan nemen we jullie weer mee. Dus... Zijn er dingen waar jullie vragen over hebben? Of die je zou willen zien of zo met Jello? Je moet trouwens niet deze... videoserie gaan volgen als een handleiding, want bij elk paard is natuurlijk alles weer anders. Maar wij willen jullie gewoon laten zien hoe, bij ons gaat. Hoe het bij ons gaat. Dus niet dat je het nu na moet gaan doen, maar gewoon hoe wij het aanpakken bij Jello. Ja. En verder, inderdaad, laat weten. En ik heb het ook nog nooit zo makkelijk gehad eigenlijk. Nee, hè? Echt niet. Nee, want ik heb dus we zijn al op alles voorbereid en zo inderdaad, omdat we best wel wat gewend zijn nog, maar... Ja. Jello is echt... Kwam niet zoveel. Nou, hopen dat het blijft zo. Ja, ik hoop het ook. Want een paard kan natuurlijk altijd ineens straks weer... alsnog. Puberen. Gaan puberen inderdaad, of iets onder het zadel. Ja. Maar goed, dat zien jullie allemaal in de later. Komende video's in de zomer, denk ik. Ja, ik denk we kunnen voor die tijd komen er nog wel een paar keer afleveringen, toch? Ja. Maar in de zomer, dan gaan we jou erop laten zitten. Ja, en we willen dus wel binnenkort ook echt verder met gewoon grondwerk en zo. Dus dat gaan we allemaal nog wel filmen. En misschien een beetje schriktraining en zo. Ja. Ook. Niet dat ze heel angstig is, maar dan kunnen we uittesten. Een beetje tam worden. Ja. Ja, voor nu laat weten in de comments als je nog vragen hebt en wat jullie de volgende keer willen zien. En vergeet niet te abonneren. En op het belletje te drukken, want dan krijg je gelijk een melding als wij een nieuwe video hebben geüpload. En dat is op woensdag en zondag om 4 uur. Ja! Bedankt voor het kijken. Doeg!